Hallo iedereen, mijn naam is Fabian en ik heb hier vandaag een hele bijzondere uitvinding, namelijk een broodmachine. Het gaat zeg maar zo, het is full automatisch, je hoeft helemaal niks te doen, het wordt gewoon gecraft, het wordt gewoon, het wordt gewoon opgepakt, alles, namelijk in 1.8 in de snapshot en alles van 14B08B of zoiets, 04B, hebben ze farmers en die pakken zeg maar de wiet, die pakken ze gewoon op en die planten ze weer terug. En die geven ze aan librarians. En dat kan je zo benutten dat die dat brood craft en oppakt, aan deze geeft. En die laat het hier door deze soul sand blokje vallen in de item hopper. En die legt het in de large chest. En zo krijg je gewoon automatisch brood. Het kost alleen maar 1 seed die je moet planten, die 2 villagers natuurlijk, en 1 heleboel boomwiel. Natuurlijk nog wat redstone en water. Maar het is redelijk goedkoop en je krijgt gewoon allerlei brood. Kijk hier, wacht even. Daar gooit hij een brood over. Kijk, daar is de eerste. En dan doet hij hem daarin. Zo simpel is het. En ik zal even uitleggen hoe het werkt. Het gaat zeg maar zo. Hier leg ik de redstone wel even uit. Hier zo heb je een klok. Die is heel irritant als ik mijn geluid aan doe, maar dat doe ik maar even niet. Want daar word ik helemaal gek van. En die activeert de dispenser. De dispenser die maakt steeds deze seeds. De villager die zet die pakt alles op. Die craft het volgens mij zelfs ook nog. En die legt het ook weer terug. En ik ga hem even voor jullie maken. Dat is wel zo handig. Dan kunnen jullie hem natuurlijk ook allemaal maken in jullie multiplayer worlds en zo. Oké, daar komt hij. Je begint gewoon met een blokje natuurlijk. Ten eerste heb je een plek nodig om op te staan. Voor de villager en voor het brood. Je hebt water nodig. Ik doe het nu even niet zo mooi omdat ik het ook even snel doe. Voor die andere heb ik wat langer gedaan. Oké, hier mag water in. En ik doe even glas. Dan kan je gewoon de villager zien, dat is wel leuk. Oeps. Kijk. En dan mag ik ook nog aan die kant glas zetten. Voor de andere villager. Kijk zo, hè. En dan zet ik de andere villager hier neer. Ik weet niet precies of deze slabs hier nodig zijn. Maar dat doe ik even wel. Kijk zo. Even de redstone installeren. Die klok die is algemeen wel bekend, dus ik hoop dat jullie hem ook kennen. Zeg maar een computer. Een redstone torch. Of iets anders dat het aanstuurt. Zo, die mag aan. En dan doe ik zo en dan gaat hij heel snel reageren. Nu doe je een dispenser daarin. Je kan er natuurlijk nog een hopper boven doen met een extra boomwiel, als je zoveel boomwiel hebt. Oké. Duik de boomwiel hier even erin, joh. Zo. En nu, om het af te maken, heb ik nog de villagers nodig. Oh ja, ik heb ook nog een hopper nodig. Met een soul sand. Want zeg maar, door de soul sand kan het blokje heen vallen. Dat dat niet één blok dik is. Kijk maar op de Minecraft Wiki. Zo. En een chest. Voor waar het brood in kan komen. Oké, nu hebben we alles. Behalve de villagers. Oh ja, natuurlijk ook het brood. Dus nou, ik begin eerst even met de villagers. Dat is makkelijker. Voor wel even vast even een hoop pakken en een seed. Het werkt waarschijnlijk ook met wortels, ik weet het niet zeker. En een villager. Maar trouwens, de boommeel wordt niet verspild, hij doet alleen hetgene. Hij laat gewoon groeien en dan stopt hij gewoon. Oké, laten we ze er even in zetten. Een farm hebben we nodig. Nee, niet jij. Sorry als je hier niet tegen kan, maar dit moet even. Ja, we hebben een farmer. Oh, fisherman, what the fuck.
Oké, volgende. Nee. Een half uur later. Oké, daar hebben we de farmer. Dat duurde even. En hier hebben we dan. Oké. Dan skip ik nog even een stukje, want dit duurt altijd eindeloos. Oh, never mind. Hier is de library en al. Oké, nu hebben we hier de goede mensen. Dan zet ik deze weer even aan. Zo. Oké, daar gaat hij. Ik neem even afstand, zodat ze niet meer op mij focussen. En nu na een tijdje gaat hij die oppakken en aan hem geven. Ik hoop dat jullie de tutorial snappen. En dan bedankt jullie voor het kijken. Oh ja, trouwens, ik heb dit natuurlijk niet zelf bedacht. Ik had het misschien zelf wel kunnen bedenken, maar ik ben niet zo invindingrijk. Maar het is bedacht door een of andere Franse gast. Iets van Seven nog wat. Ik zet hem in de beschrijving. Voor als jullie willen kijken. Maar ik denk natuurlijk van. Oh, ze zijn bezig. Maar ik dacht natuurlijk van. Ja, niet iedereen kan Frans praten. Dus waarom laat ik hem niet even in Nederlands vertalen. Maar bedankt voor het kijken dus. En vergeet niet te subscriben. Te liken als je iets aan had. En dan zie ik jullie later.